U bent vandaag in Odiliapeel, ten huize van Jan en Betsy Wijnen. We hadden twee bedrijven. Mijn vrouw had een drogisterij, postkantoor en aanverwante zaken. En ik had een pluimveebedrijf. Wij hadden kippen op natte mest. Als die kippen weggingen en ik kwam thuis, en dan waren die kippen die waren weg en dan moesten die mest uitgeschoven worden. Dan kwam ik thuis en dan zat ik hier aan tafel. Douche had je op de bedrijven niet toen de tijd. Dus dan kwam ik thuis, kwam ik overal uit, kwam ik thuis. En dan zei die jongens, pap, je stinkt! Ik zeg, jongens, zo ruikt geld. Ik heb 23 jaar bestuurd en ik zeg wel eens ooit, ik heb 23 jaar twee levens gehad. Ik heb nooit nee gezegd, dat moet ik ook eerlijk zeggen. Ik heb niet gauw nee gezegd tegen iets. Als ik de belangen van de pluimvee kon behartigen. En dat is ook de reden dat je in heel veel disciplines van de pluimvee vertegenwoordigd bent. En dan groeit dat en dan krijg je bijna een volwaardig bestuurstaak. Naast je eigen pluimveebedrijf, wat je ook moet bijhouden en wat je ook nog wilt ontwikkelen. En toen kwam Jan Wijnen met het plannetje om een mestcentrale te beginnen voor de pluimveehouderij. Maar er moet wel geld zijn. Ja, als pluimveehouders kun je geen 140 miljoen euro bij elkaar leggen, dat lukt je niet. En wij moesten van de banken na lang onderhandelen 20% eigen vermogen hebben van. En de rest zou de bank dan financieren. Dus moest ik gaan gooien, waar haal ik het geld vandaan? En we hadden van de pluimveehouders een behoorlijke som die ze bij elkaar legden, risicodragend kapitaal. En toen moest dus, ja, logisch voor mij natuurlijk, als bestuurder ZLTO, toen moest NCB Ontwikkeling aan de bak. Ik heb mijn tong toen berouw moeten praten om geld te krijgen om dat project te kunnen starten. En het is dat ik het niet opgegeven heb, maar dankzij onze volhardendheid zijn ze op enig moment over de brug gekomen. En, later zijn ze er heel blij mee geweest, of ze zijn er op dit moment heel blij mee. Ja, ze krijgen jaarlijks enkele miljoenen binnen als dividend, dus ze zijn er heel erg blij mee. En daar ben ik zelf ook blij mee, want dat betekent dat het geslaagd is. Omdat ik bedrijfsmatig daarin bezig was en ook bestuurlijk daarin bezig was, is dat een koppeling tussen bedrijfsbestuur, ZLTO, die heel waardevol achteraf is gebleven. Dankbaar dat ik voor hier, dat ik het heb mogen doen. Dat ik de ruimte heb gekregen van mijn vrouw om het te doen. Want dat is een van de belangrijkste dingen. Je kunt wel ondernemer zijn, maar je moet dat samen doen. Je kunt wel bestuurder zijn, maar dat kun je ook niet alleen. En als ik niet de ruimte had gekregen, van hieruit en van de jongens uit, dan was dat er nooit gekomen.